zin om even buiten de deur te gaan? In onze camper zijn activiteiten en evenementen genoeg waarvan u kunt genieten, zowel binnen als buiten. Monique geeft u tips in onze uitagenda. Goedendag beste kijkers, mijn naam is Monique van Bijnen. Dan nu weer onze uitagenda voor de maand mei. Maakt u zelf een keuze uit onze tips. Mannen zijn zeikwijven is de titel van de allernieuwste voorstelling van cabaretgroep Niet Schieten. De concentratie testosteron in de man van nu is tot een bedenkelijk niveau gedaald. Hij gebruikt dagcrème, is klassemoeder en plaszittend. De drie cabaretiers starten hun zoektocht naar de nieuwe mannelijkheid. De kans is groot dat ze daarbij met hun eigen vrouwelijke kant worden geconfronteerd. Niet Schieten speelt op zaterdag 7 mei om 8:30 s'avonds. De kaarten kosten €15 en zijn verkrijgbaar via www.denhert.nl. Big Band Geldrop speelt op zaterdag 21 mei vanaf 8:30 in de Muzeval in Eersel. Wat mag je verwachten? Spetterende muziek door een groot orkest. Dat is waar de Big Band Geldrop voor staat. 20 ervaren amateurmuzikanten spelen een moderne Big Band muziek. Het zal moeilijk zijn hierbij stil te blijven zitten. Herkenbare stukken van film, televisie, radio en andere bekende melodieën wisselen elkaar vlot af. Soms heel gedragen en lyrisch. Soms stevige soulrock. Monique Dorst, een zangeres met een prachtige, bij deze muziek passende stem, zorgt voor een extra dimensie. Enkele uitstekende solisten zorgen ervoor dat een optreden van de band een hoge muzikale eisen voldoet. Kaarten kosten €12 en deze kunt u reserveren via www.muzeval.nl. Op zaterdag 7 mei is er de KPJ Hoge Meerde feestavond aan de Twisseltse Baan. Natuurlijk in Hoge Meerde. Tijdens deze feestavond zijn er live optredens van The Fools, Two Brothers on the Fourth Floor en DJ Christian. De deuren gaan open om 7:30 en de entree in de voorverkoop is €12,50. Kaartjes zijn te verkrijgen op vele plaatsen in de hele regio. Waar precies vindt u op www.kpjhogemeerde.nl. Op 22 mei aanstaande wordt voor de 8e keer het Krank Joram Festival in Eersel georganiseerd. Een dweilorkestenfestival waar ruim 200 muzikanten aan deelnemen en doorlopend muziek maken vanaf 12:30. Ook in de ochtend valt er veel te zien. De oldtimers van het Kempisch Automobielclub vertrekken van de markt voor een jaarlijkse rally. De gehele middag zijn er kinderactiviteiten, gezellige terrassen en optredens. Kortom, het gezelligste openluchtfeestje van de Kempen. Meer gegevens over dit festival vindt u op www.krankjoram.info/festival. In het weekend van 28 en 29 mei organiseert supportersvereniging WFC Bladella een zonovergoten beachvoetbaltoernooi. De wedstrijden starten om 10 uur en zoals het er nu naar uitziet zal de finale telkens rond 4 uur gespeeld worden. De jeugd speelt op zaterdag 28 mei en de senioren en dames op zondag 29 mei. Hoe inschrijven? Kijk hiervoor op www.pladella.nl. Op zondag 15 mei organiseert show en drumfanfare Sint Joris uit Hoogeloo voor de 45e keer haar jaarlijkse taptoe. Ter gelegenheid van dit jubileum zullen de leerlingen van groep 6 van de basisschool De Vest in Hoogeloo ook een optreden verzorgen. Naast de aanwezige toonaangevende korpsen presenteert Sint Joris opnieuw haar show The Rhythm Is Gonna Get You. De taptoe wordt voorafgaand door een streetparade die om 2:30 begint. De taptoe zelf begint vervolgens om 2:30 op het Valenplein in Hoogeloon. Voor deze taptoe kunt u tribuneplaatsen reserveren via www.sintjoris.organisatie/taptoe. Op zaterdag 21 mei om 8 uur gaat in Bladel in Theater Den Hert de toneelvoorstelling Over mijn lijk in première. Het verhaal van Miet van Bommel, de Bladelse wardin die in 1992 in haar eigen huis werd vermoord. Nu bijna 20 jaar later is dit mysterie nog steeds niet opgelost. Wij nodigen u uit om in het verleden te duiken samen met Harry Wenting, Jan Smeets en toneelvereniging Het Kameleon. Een kort verhaal over het leven van Miet van Bommel. Haar dood en waarom het dit zo intrigerend is dat het heeft geleid tot het schrijven van een boek en het maken van een toneelvoorstelling. Overige voorstellingen zijn op zondag 22 mei en op vrijdag 27 mei om 8 uur en een matinee op zondag 29 mei om 2 uur.
Kaarten in de voorverkoop kosten 9 euro en reserveren kan via www.nhert.nl. Indien u ook deze maand weer één of meerdere van onze uittips gaat bezoeken, wensen wij u alvast veel plezier. Heeft u ook een tip voor de uitagenda? Stuur die dan naar deuitagenda@campertv.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!